Alright, wij zijn vandaag hier in Antwerpen voor een review van de nieuwe Tamron 1770 F2.8. De Tamron 17 tot 70 mm F2.8 DI3A VC RXD. Werelds eerste 17 tot 70 mm 2.8 zoomobjectief en waarschijnlijk ook gelijk de langste naam voor een zoomobjectief ooit verzonnen. Tamron was zo aardig om ons deze lens toe te sturen voordat deze in de winkel rekken mag. En zo kunnen wij vandaag op stap om voor jullie een review te maken en onze bevindingen met jullie te kunnen delen. We hebben het dus over een zoomobjectief voor de APS-C mirrorless camera's van Sony. En voor het ontwerp van deze lens stond een balans tussen optische prestaties en een groot zoombereik centraal. Het is zowaar een 4.1x zoomobjectief met een 2.8 diafragma. En het is net dat wat deze lens zo speciaal maakt. Op APS-C is het dus een 17 tot 70 mm. En dat zou qua field of view overeenkomen met wat een 25,5 tot 105 mm zou geven op een full frame body. De VC in de naam die staat voor Vibration Compensation. En dit is het stabilisatiesysteem van Tamron. Deze zorgt dus voor een uitmuntende stabilisatie als we video en al zeker handheld video schieten. En ook bij het maken van foto's helpt deze voor het maken van haarscherpe beelden door het elimineren van ongewenste bewegingen. En kunnen we dus ook in lager licht of met langere sluitertijden werken. En als we gaan filmen zal de lens gebruik maken van AI of Artificial Intelligence. En die zal onze shots dus nog stabieler maken. Wat ik verder nog een hele mooie feature vond van dit objectief, dat is de close focus afstand. Want op 17 mm kunnen we namelijk scherp stellen op 19 centimeter en op 70 mm kunnen we scherp stellen tot op 39 centimeter. Alright, 17 tot 70 mm, dat wisten we al. Maar wat we nog niet wisten, is dat dit overeenkomt met een beeldhoek van 79,55 tot 23 graden. Het objectief heeft dus 16 lenselementen. Die zijn verdeeld in 12 groepen. En het diafragma staat op 9 bladen. Het diafragma zelf, dat kunnen we instellen van f2.8 tot f22. Het is 119,3 mm lang en weegt 525 gram. Wel, ik zei ze. Is een lens eigenlijk officieel mannelijk of vrouwelijk? Verder heeft hij een filtermaat van 67 mm en wordt hij geleverd met een kunststof zonnekap en enkele silica zakjes. En dan terug naar de leuke dingen. En dat is de autofocus. Deze Tamron heeft niet zomaar een autofocus, maar echt een supersnelle. En die is gebaseerd op de RXD-technologie van Tamron. Dat is de Rapid Extra Silent Stepping Drive. Dit objectief bevat dus ook een sensor die continu de scherpstelling van het objectief bepaalt. Zo kan je dus razendsnel scherp stellen. Zo goed zelfs dat dit uitstekend werkt om uit de vrije hand en snel bewegende onderwerpen vast te leggen. En zoals de Silent in de naam zegt, is deze focus heel erg stil. Dat maakt dat we tijdens het filmen geen storende geluiden opnemen. Twee andere toffe features zijn dat dit objectief spatwaterdicht is en de lens is voorzien van een fluorcoating die beschermt tegen water en krassen. Zo kunnen we dus met een gerust hart outdoor gaan shooten. Voor wie op zoek is naar een echt Zwitsers vakmes van een objectief. Dit is dus een lichtsterk, snel, allround objectief. Voor iedereen die slechts met een enkele lens op stap wil.
Ben je nu een videograaf, een fotograaf, een vlogger of een enthousiasteling? Wel, met deze lens kan je echt elke situatie aan. Vond je deze video tof of had je er wat aan? Laat ons dan zeker een like, subscribe op ons kanaal en dan zien we jou graag terug in een volgende productvideo.